Bedrijfterrein ABC Westland, dat uh, ligt, zoals de naam al doet vermoeden, in de gemeente Westland. Maar wel vlak aan de grenzen van onze gemeente. En die willen flink gaan uitbreiden. Uh, maar daar is niet iedereen even gelukkig mee. Zowel in de gemeente Westland als ook in de gemeente Den Haag. En hierbij me in de studio, fractievertegenwoordiger voor de Haagse Partij voor de Dieren, Jan-Willem van der Bos. Goedemiddag, welkom. Dank je. En tevens hier aanwezig, uh, wethouder van de gemeente Westland, Michiel Verwerla. Ook welkom. Dank je wel. Um, ja, Jan-Willem, even om bij jou te beginnen. Jullie maken je druk over de uitbreiding van dat ABC-terrein. Waarom? Ja, Tom, wat er eigenlijk gebeurd is. Wij als Partij voor de Dieren krijgen natuurlijk vaak berichten van mensen in Den Haag. En we ontvingen meer en meer mails van mensen die aan de kant van Den Haag wonen. Die zich eigenlijk zorgen maakten. En die aangeven van, hé, hey, net over de grens staat er een hoop te gebeuren. En uh, ja, kunnen jullie hier vanuit Den Haag ook naar kijken? Ja. En vervolgens zijn we ook gaan kijken van wat is er gaande. En, en dat is de reden dat we wat vragen hebben gesteld aan het college van Den Haag. Om meer duidelijkheid te krijgen van wat zijn eigenlijk de plannen en wat is het gevolg daarvan. Maar zijn er specifieke dingen waar jullie problemen op uh, voorzien? Ja, wat je eigenlijk. Het is wel leuk om een kleine beetje geschiedenisles van het gebied ook erbij te halen. Het is altijd best een vrij open poldergebied geweest. Best wel een soort regionale uh, uh, tuinbouw is er geweest. Mm -hmm. En wat veel mensen... Er zit ook een volkstuinvereniging daar in de buurt. En die gaven ook aan van vroeger zag je hier echt de vogels vliegen. Uh, zag je veel ruimte, veel openheid. En er is een beetje de vrees dat het steeds meer een soort industrieel karakter gaat krijgen, het gebied. Dus uh, ja, wat mensen eigenlijk aangeven is dat ze zeggen van er komen straks heel veel vrachtwagens en het wordt echt een groot industrieterrein. En daar hebben mensen toch wel veel zorgen over. Ja, want ja, laten we even, uh, meneer Vever, naar die naar die uh, verkeers... Uh, toenemen? Want ik, ik heb begrepen dat het zo'n 2000 tot 2500 extra vrachtwagenbewegingen gaat opleveren. Dat is nogal wat. Nou, die cijfers kloppen niet helemaal. Um, en ik wil ook even terugkomen op, uh, op de, de stukje historie daar. Mm -hmm. Er zit al jarenlang een agro-logistiek cluster, wat heel belangrijk is voor de economie van Westland, maar ook werkgelegenheid uh, van mensen uit Den Haag, Westland en uit de regio. Um, en om toekomstbestendig te zijn, wil je daar dan uitbreiden. En je wil niet dat je um, de gelegenheid voorbij laat gaan om dan te verduurzamen, efficiëntie te doen. En, en dat soort uh, uh, situaties uh, te verbeteren. Het was daar agro-logistiek cluster. Um, wat er is Even voor de, voor de mensen die uh, dat niet iedere ochtend het woord lezen. Wat houdt dat precies in? Nou, De produ uh, uh, producten die geteeld worden in het Westland, maar ook van elders. Mm. Die worden naar zo'n cluster toegebracht. Die worden met elkaar vermengd en verpakt. Zodat ze vanuit daar naar de supermarkten kunnen of... Uh, zelfs internationale uh, weg kunnen bewandelen. Ja. Maar het is dus zo dat de woonwijken omliggend. die zijn erbij gekomen. Dus niet het Agelogistiek Cluster. En omdat er de laatste tijd best wel wat kassen zijn verdwenen daar. is het een polders. Uh, uitstraling geweest. Maar dat is niet zo dat er een polder was en dat er nu een bedrijftrein komt. Dat ja, is... oké, okay. nee, maar het bedrijftrein wat er nu is, dat gaat wel uitgebreid worden, want dat ja. is de, de hele reden dat we hier zitten. En dat levert toch wel, want dat, dat zijn dus inderdaad veel uh, logistiek, uh, distributiecentra en zo. Ja, als je dat uitbreidt, komen er meer verkeersbewegingen? U zegt die 2500 klopt niet. Hoeveel is het wel? Nou, het exacte aantal moet ik even schuldig uh, zijn. Ik ben ook niet de, de wethouder verkeer. Ik weet dat er een, een uitbreiding komt van verkeersbewegingen op deze plek. En het is natuurlijk een uitdaging om met elkaar te zorgen dat de omgeving leefbaar blijft. Uh, aan Haagse kant, maar ook de Westlandse kant. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Op basis van verkeerskundig onderzoek, proberen we dat in goede banen te leiden. Ja. Het, het, het schijnt dus allemaal mee te vallen en het was altijd al een uh, uh, ja, bedrijventerrein. Nou ja, wat natuurlijk gezegd wordt dat die woonwijken erbij zijn gekomen, dat is zeker waar en dat is ook onderdeel van waarom wij nu zeggen: het is belangrijk om echt goed naar dit gebied te kijken. En het speelt zowel aan de kant als Den Haag, als in Westland zijn er ook uh, nog plannen om uh, op de grens met Den Haag meer woonwijken te ontwikkelen. En wat je eigenlijk ziet is dat Den Haag woonwijken heeft gebouwd uh, zonder te investeren in het OV, zonder in de wijk zelf veel voorzieningen als supermarkten, plaatsen voor huisartsen aan te leggen. En wat je ziet is eigenlijk dat de wijken die Den Haag de afgelopen tien jaar heeft aange Gelegd, vooral uh, op de auto, uh, voor mensen met de auto uh, fijn zijn. En wat je ziet is dat de wegen eromheen wel degelijk dicht slibben. En daarom is het nu extra belangrijk om eigenlijk een pas op de plaats te maken... en kijken van, hey, kunnen we hier beter OV aanleggen? En is het wel verstandig om uh, op dit moment... gegeven dat het al zo'n verkeerschaos vaak is... Om dan ook nog heel veel extra uh, industrie hier toe te voegen. Ja. Ik dat jullie ook zorgen hadden over de uh, stikstofuitstoot. Want uh, gezien de, de wat meer natuurgebieden die daar in de buurt liggen. Ja, Tom, ja, ik denk dat het belangrijk is dat iedereen in Nederland daar wel zorgen om heeft. Want wat je ziet is dat het natuurlijk, uh, ongeacht van wat je ervan vindt of niet, echt een groot probleem is bij veel bouwplannen. En um, ja, wat eigenlijk heel mooi is tussen Den Haag en Westland, is dat we hele mooie natuurgebieden delen. Mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk uh, de duingebieden bij Solleveld en Westduinpark. Um, vlak bij dit. Uh, ABC Westlandterrein ligt ook de Uithof. En dat zijn ook gebieden waarvan je ziet... die, die liggen echt zwaar onder druk. En er moet juist uh, veel investering komen in natuurversterking... En dat zien we eigenlijk nog te weinig. Ja, ga ik weer terug naar uh, Wethouder Daar Is daar genoeg rekening mee gehouden? Daar is zeker genoeg rekening mee gehouden. Kijk, het is niet zo dat we met één aspect of één opgave rekening kunnen houden. Het is een belangenafweging, een integrale belangenafweging tussen verschillende opgaven. En een, een tijdje geleden, en dat, er is best wel wat aandacht voor de Westland uh, binnen de Raad van, uh, van, van Den Haag. Dus dat is fijn om het gesprek aan te gaan daarover. Uh, is er een motie aangenomen die, waarin men zegt van. Uh, Westland, wat doe je nou eigenlijk aan arbeidsmigrantenhuisvesting? Nou, dat krijgt in dit plan een plek. Als het gaat om mobiliteit, economie. Uh, veiligheid, sociale veiligheid... maar ook ecologie en het uitbreiden van water en natuurgebied... met een hele ecologische zone, dat zit in dit plan. Ja. Dus in dat opzicht, de uh, ecologische zone en het natuurgebied aan de Uithof... krijgen een enorme boost en een versterking. Want wij hebben ook, uh, en daar is Den Haag ook uh, deels bij betrokken... wij doen van de, de kust tot aan de Zwetlaan... proberen we een groenblauwe dooradering te maken... die echt een waardevolle toevoeging is door dat hele gebied heen... qua ecologie en waterkwaliteit. En daarnaast hebben we ook nog een waterbergende capaciteit nodig daar in die omgeving, want het wordt steeds natter. Dat mm -hmm. uh, zal iedereen gemerkt hebben. En we moeten het dus bergen en kwijt kunnen op het moment dat we overschot hebben en kunnen benutten als het er te weinig is. Dus in dat opzicht denk ik dat het een heel mooi plan is. En vraag ik me ook af: uh, al die plannen zijn inzichtelijk. Hè? Dat gaat gewoon op de website rondom de ruimtelijke plannen. Hè? Dat heet nu in de omgevingswet uh, omgevingswet.nl. Um, of er kennis is genomen van die plannen. Want dan ben ik heel erg benieuwd hoe jij kijkt naar die ecologische zone die we aanleggen. Um, want dat is wel wat bijzonders in deze streek. jan willem van der Bos. Ja, zeker. Ja, um, nou ja, in de commissieruimte dan is inderdaad. Uh, wat we doen, is kennis nemen van de plannen. En wat je uh, te vaak ziet. Um, en ik moet zeggen, ik ken de details van dit plan niet, maar. Als gemeenteraad in Den Haag beoordelen we de plannen in Den Haag. En wat je daar vaak ziet is dat er wel mooie groene dromen geschetst worden, maar op het moment dat een rechter het gaat toetsen, dat eigenlijk toch niet goed onderbouwd blijkt van: hey, um, er wordt wel mogelijk gemaakt dat hier extra ontwikkeling komt, maar al die natuurdingen zijn nog te zacht. En dat dat zou ook onze zorgen zijn in dit gebied. En ik hoop eigenlijk wat uh, de wethouder van Westland hier aangeeft dat hier een prachtige mooie ecologische zone komt en dat die mooi geborgd wordt. Maar te vaak zien we dat. We wel toestaan, hier komen extra huizen, hier komt extra verkeer. En dat de natuur eigenlijk een soort uh, achterafgedachte is. En ondertussen krijgen we wel steeds meer nieuwsberichten van de natuurgebieden blijven achteruit gaan. Uh, je hoort het ook van de mensen die hier in de uh, buurt wonen. Van, uh, vroeger liep hier veel meer weidevogels. Uh, je hebt uh, vossen, je hebt boomarters die in het gebied juist uh, een mooie plek zouden mm -hmm. kunnen hebben, maar waar veel verkeerswegen doorheen lopen. Mm -hmm. ja, het voor hun ook dus ontzettend... jullie hebben een beetje het gevoel van eerst zien dan geloven. Nou, ik, ik zou dan zeggen, als ik zo vrij mag zijn, kijk dan eerst naar de plannen en zie die dan voordat je er een opvatting over hebt en vraag gaat stellen. Want ik kom graag nog een keer terug om later, als je er kennis van hebt genomen, te horen uh, hoe je dat dan ziet. Ja. Hoe, hoe wordt er in de, in de gemeente Westland zelf eigenlijk gekeken voor, uh, naar deze uitbreiding? Nou, uh, gisteren hebben we een inloopavond gehad. Uh, het was een druk bezochte inloopavond. Hè. Uh, kijk, je had een aantal categorieën mensen, compromilo's nee. He, dus daar kan je eigenlijk met alle ja, maar Dat is ook een actiegroep: he. zeg nee tegen ABC. Zeker. Uh, een aantal mensen van hun uh, gaf ook compromiseloos aan: uh, joh, wat je ook zegt, ik ben tegen, ik ben het er niet mee eens. Nou, dat mag. He. Dus daarom loop je ook procedures op een manier dat mensen inspraak kunnen hebben, er iets van kunnen vinden, vragen kunnen stellen. Um, maar er waren ook best wel mensen die vatbaar waren voor de uitleg. En ook uh, oprechte zorgen krijgen altijd een oprecht antwoord. Ja. Dus als mensen hun zienswijze naar voren brengen. Hè, en dit was niet de eerste inloopavond. We hebben bilaterale gesprekken, inloopavonden. Er is ingesproken in de uh, gemeenteraad in de, van, van Westland over dit uh, onderwerp. En dan gisteren, uh, de laatste uh, inloopavond met een periode van een aantal weken dat men nog een zienswijze naar voren kan brengen. Um, ja, de, de, de meningen zijn um, verdeeld, variërend, want het is heel belangrijk voor Westland. viel ook wel op dat er heel veel mensen uit Vroondaal... Hè, dat is de aanliggende uh, mooie wijk die Den Haag heeft gebouwd. Misschien bedoelde jij die wijk net, die uh, beperkt ontsloten is. Ja, die denken, ja, hoe gaat dat nou uh, verder? Ja, um, ik, ik denk dat we heel secuur met de mensen om zijn gegaan om dit uit te leggen. En de zienswijzen die dienen ook het doel. Niet alleen dat die mensen kunnen zeggen wat zij vinden. Of dat wij kunnen aangeven hoe wij dat zien. Die zienswijzen die dienen ook het doel dat als daar dingen in zitten dat we kunnen verbeteren, aanpassen uh, op het plan. Dus. On, de, we, we hebben het hier nu over de ruimtelijke ordening. Mm -hmm. Het plan en de uitvoering van het plan. Ja, dan dus laten we die kans niet liggen. Helder. Nou, we gaan hier zo verder over praten. Even tussendoor. Is It Love van Laureen. En Nog steeds hierbij, mij, fracties tegenwoordiger van de Partij voor de Dieren, Jan-Willem van der Bos. En de Westlandse wethouder, Michel Verwaarden. We hadden het net ook al over de uitbreiding van het ABC-terrein. Ja, en misschien sluit het wel een beetje aan bij de, bij de titel van het nummer: Is It Love? het de, is de, de, de tweede keer in, in de relatief korte tijd dat de gemeente Den Haag en de gemeente Westland elkaar een klein beetje tegen de haren instrijken. Ik had. Uh, eind vorig jaar nog een gesprek met uh, uh, collega uh, uh, van nu over de arbeidsmigratiemotie die hier in de Haagse raad gewaasd is. Die, die de, ja, de gemeente Westland opriep, hé, hey, als jullie al die arbeidsmigranten uh, werk willen geven, misschien moet je ze dan ook huisvesten, was toen een beetje kort gezegd de uitspraak. Ja, gaat het wel goed tussen jullie? <laughs> Ja, wat mij betreft gaat het heel goed. Niet alleen uh, voel ik me heel thuis in Den Haag als uh, oud Haagenees, uh, maar het gaat uh, uh, in elk huwelijk uh, of elke relatie heb je ups en downs. En dan moet je er goed over praten als je het niet ergens over eens bent, en dan kom je er weer uit. Als je het praten overslaat, gaat het mis. Ja, hoe wordt het vanuit... De, ik heb een beetje gevoel dat ik relatietherapie uh, nu uh, op de radio <laughs> uh, moet gaan geven. Hoe, hoe wordt het vanuit de Haagse kant uh, bekeken, de samenwerking? Nou, ik zou zeggen, om uh, voor onszelf als Partij voor de Dieren te spreken, uh, de hoop van deze vragen is juist dat we geen conflict gaan hebben. En wat we juist hiermee willen bereiken, is dat we uh, vanuit Den Haag krijgen we veel zorgen, is dat we eigenlijk gewoon meer informatie krijgen om het gesprek op gang te krijgen. En ik hoorde de wethouder van het Westland eigenlijk net al aangeven van dat hij ook veel ambities heeft voor een mooie ecologische zone. Dus ik denk mm. dat het vooral belangrijk is... Dat belangrijk... lijkt me inderdaad iets waar jullie als Partij voor de Dieren uh, enthousiast van worden. Ja, ik denk dat het belangrijk is als het gaat om die ruimtelijke uh, ontwikkelingen. die bij gemeentegrenzen liggen. dat gemeentes echt. Op een goede manier proberen samen te werken. Je ziet het ook op andere plekken in de stad, tussen Den Haag en Wassenaar. Dat het is, kan altijd gewoon een gevoelig ding zijn, als net bij een gemeentegrens een groot bouwproject komt. Dus de hoop is eigenlijk ook door deze schriftelijke vragen om juist dat gesprek los te krijgen. En ook heel fijn dat de wethouder van het Westland hier het plan komt toelichten. Zodat we in gesprek blijven. En zo goed mogelijk voor allebei onze inwoners. Uh, Oplossingen kunnen vinden. Ja. Want uh, we hadden net even uh, over zo'n zo inspraak inloopavonden geweest, informatieavonden, dat soort. Uh, ik neem aan dat dat in ieder geval naar de uh, omwonenden van de gemeente Westland gecommuniceerd wordt met een brief. U kunt dan en dan uh, in dit, dit buurthuis naar een avond komen. Wordt dat eigenlijk ook naar de mensen net over de gemeentegrens uh, uh, gedaan? Nou, kijk, dat soort zaken. Eerst, dit plan loopt al sinds 2012. 2020 is in de officiële documenten aangegeven: we gaan wat doen met het ABC. En uh, vanaf die momenten uh, heb je openbare besprekingen van dat. Uh, en, en ook bilaterale gesprekken met uh, de, de directe belanghebbenden, de directe aanwonenden of de mensen die in dat gebied wonen. Ja en daarna ga je uitnodigen en dan ga je dat breder doen. Dan doe je dat via reguliere kanalen. Ja, dan hoop je iedereen te bereiken. Je bereikt nooit iedereen. Nee, maar mijn vraag was: worden er ook brieven gestuurd naar de Haagse inwoners die daar in de buurt wonen? Volgens mij zijn de, opening, de, de uitnodigingen zeg maar, via de media gestuurd. En er zijn brieven gestuurd, maar ik, ik weet niet helemaal tot waar wel en waar niet. Oké, okay, dus dat is. Uh, ja, want, want uh, uh, dat is natuurlijk wel een ding. Op het moment dat je inderdaad op dingen op het grensvlak van gemeentes hebt. dan heb je soms inderdaad te maken met bewoners die, ja, die niet helemaal onder je eigen juridictie vallen. Zeg maar. dat, dat kan natuurlijk soms spanningsvelden opleveren. Zeker. Maar het kan um, altijd spanningsveld opleveren. En in dat, dat opzicht doe je het ook nooit goed. Als wij hebben, uh, gisteren waren de mensen van Zeg Nee tegen ABC uh, aanwezig. Ja, en die gaven ook aan dat uh, ze hebben heel veel uh, handtekeningen hebben gehaald van mensen die uh, uit Den Haag komen, die niet de berichtgeving hebben gehoord, bijvoorbeeld. Ja, dat is logisch. Wij zijn primair voor het Westland. En daarna ga je naar het plangebied kijken. En daaromheen, daar bereik je niet alle Hagenese mee. Nee. Um, er is rond die stikstof, daar hadden we het net even kort over... is natuurlijk ook nog een, een beetje een heikelpunt daarin. Want we willen daar vlak in de buurt als Den Haag ook woningen gaan uh, uh, ja, ontwikkelen. En daar, dat plan is laatst, uh, de Raad van State heeft daar een streep doorgezet. Daar moet het debat nog over gevoerd worden. Ja, hoe werkt dat eigenlijk met uh, stikstofnormen? Want, want ja, vanuit twee gemeentes... Uh, ja, werp je stikstof op hetzelfde natuurgebied, zeg maar. Ja, is het een beetje wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Of wordt daar vanuit de provincie regie opgehouden? Hoe wordt het eigenlijk geregeld? Ja, Tom, eigenlijk zie je bij veel bouwprojecten dat op zoek wordt gegaan naar de manier om het bouwproject door te laten gaan. En dan wordt er toch soms met enige creativiteit, alle salderingsmogelijkheden, alle mazen, alle gaten in de wet, wordt er gezocht van hoe kunnen we toch maar zorgen dat die ontwikkelingen doorgaan. Uh, ondertussen zie je zeker in dit gebied dat er gewoon veel verschillende uh, bouwprojecten lopen, zeker ook aan de Haagse kant. En eigenlijk die optelsom van al die projecten, dat baart mijn partij zeker zorgen. Ook omdat je ziet dat uh, de natuurherstelmaatregelen in het gebied eigenlijk nog achterlopen. Uh, nu is Den Haag bijvoorbeeld uh, bezig uh, een debat aan te voeren... over het invoeren van een uh, zero-emissiezone... voor de bevoorrading van bedrijven. Ja. Uh, dat soort dingen zijn belangrijk. En uh, daarvan moeten we eigenlijk veel meer dingen doen... om te zorgen dat die natuur echt kan herstellen. Goed. Wat is nu jullie uh, uh, ver, uh, volgende stap in het proces rond deze uitbreiding? Nou, nu, nu liggen de stukken te inzagen. Mensen hebben tot uh, zes weken na... 22 december, zeg ik uit mijn hoofd, de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Daarna uh, gaan wij reageren op die zienswijze. Er kan ook nog een mondelinge toelichting op uh, opvolgen En daarna gaan de stukken naar de gemeenteraad ter besluitvorming. Helder. We gaan het blijven volgen. Ik wil jullie beiden danken voor jullie komst hier naar de studio.